Beste mensen, welkom bij het Woord op Zondag van zondag 24 oktober 2021. Dit weekend horen we een evangelie en zoals zo dikwijls kunnen we ons bij het evangelie afvragen welke rol spelen wij in dit evangelie. Je hebt de blinden, je hebt de omstanders en je hebt Jezus. Kijken we eerst naar de blinde, iemand die het moeilijk heeft in zijn leven. Vandaag schreeuwt hij het letterlijk uit. En misschien kennen wij in ons leven ook van die momenten. Of hebben we ze meegemaakt, dat het ons allemaal te veel wordt. Dat het leven ons zwaar valt. Dat kan te maken hebben met ziekte, met problemen in ons gezin, met moeilijkheden op het werk, of vul zelf maar in. Het wil gewoon even niet meezitten, Het valt ons zwaar. Hebben wij dan, net als de blinde Bartimaeus, de moed om om hulp te vragen? Hulp van onze medemensen, maar zeker ook hulp van God. Vele mensen snauwen Bartimeus toe dat hij moet zwijgen. Maar hij laat zich niet afschrikken. Hij geeft niet op. Hij blijft maar herhalen: Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Geven wij ook nooit het vertrouwen op dat God, dat Jezus ons niet in de steek laat als we om zijn hulp vragen? Maar het gaat nog verder. Misschien mogen we ons vandaag ook eens afvragen of wij soms niet wel eens ziende blind zijn. Dat we zo druk zijn met onszelf, met onze eigen problemen, dat we de moeilijkheden van anderen even niet zien. Even geen oog voor mensen in nood, voor zieken, voor mensen die het moeilijk hebben. Als in die omstandigheden mensen een beroep op ons doen. Dan reageren we misschien wel zoals de omstanders reageren tegen de blinde Bartimaeus. Zo van: Zwijg man, laat me met rust. Ik heb al genoeg aan mezelf. Jouw problemen kan ik er nu even niet bij hebben. En natuurlijk, die situaties kunnen er zo nu en dan wel eens zijn in ons leven. Maar vandaag vragen we toch ook om een open hart, om open handen voor mensen die het leven zwaar valt, door hulp te bieden, door een luisterend oor te hebben, of gewoon door met hen mee te zoeken naar een oplossing. Er zijn voor anderen, zoals de bar omstanders die Bartimaeus toeroepen dat hij moed mag hebben, want Jezus roept hem. Kunnen wij dat ook? Doen we dat ook? Hulpvaardig zijn en moet inspreken als het nodig is. Kijken we naar een volgende die we in elk evangelie tegenkomen: Jezus zelf. En misschien is het een beetje een gedurfde vraag, maar kunnen wij ons ook aan Jezus spiegelen? Jezus die aan de blinde vraagt: Wat wil jij dat ik voor je doe? Een eenvoudige zin. Maar dat naleven is niet altijd makkelijk. Want het ligt niet voor de hand dat we vragen aan mensen die een beroep op ons doen: wat wil je dat ik voor je doe? Gewoon zonder voorwaarden, geen eisen vooraf, alleen maar hulp bieden. Zo mogen wij als mens proberen om te zijn. Zo mogen wij als kerk zijn. Mensen die vanuit hun geloof. Hun hand uitsteken naar de ander en simpelweg zeggen: Ik ben er voor je. Hoe kan ik je helpen? Dan is er de vraag van de blinde. Rabuni, maak dat ik kan zien. Waarop Jezus heel krachtig reageert: Ga, uw geloof heeft u genezen. Kan Jezus dat ook tegen ons zeggen? Is ons geloof. Zo vol vertrouwen dat het ons gelukkig maakt in ons leven? Geeft ons geloof ons kracht in tijden van nood? Behoedet ons van het kwaad dat we soms om ons heen meemaken? Leven wij met een open hart, met een uitgestoken hand naar alle mensen om ons heen, zonder te oordelen, zonder mensen af te schrijven? Beste mensen, laten wij allemaal, u en ik, eraan werken dat het zo mag zijn. Dat ons geloof ons mag genezen van ons ziende blind zijn, zodat wij wegen kunnen en durven gaan die Jezus ons is voorgegaan. Dat wij, net zoals Jezus, aan de ander durven vragen: Wat kan ik voor je doen? Als we dat proberen. Dan worden wij andere mensen. Dan wordt onze wereld een andere wereld. Geen makkelijke opdracht, maar de moeite waard. Laten we het daarom proberen. Wat kan ik voor jou doen? Ik wens u allemaal een mooie zondag en ook een mooie week die gaat beginnen.